hoe zit het verhaal te klaarmaken. En dan ook, die ook zo, en die eronder, dan ging met de koeien. Nou ja, die koude, nou, die heb ik minder meegemaakt, want het was al veel eerder. Ja. Maar dat weet jouw opa denk ik nog, dat is een zo'n nou, nee. Ja. Oh ja, daar heb je een weer, opa. Dat weet ik. Ik had nog niks genoemd of zo. Nee, maar goed, het is me goed ook. Anders had het niet goed gekomen. Als hij doorverteld had, had ik dan dit heb jij die wagen gemeente. Ja, die boerenwagen. Ja, maar ja, niet zo'n echt. Nou, nee. Beste mensen, Steekarchief is eigenlijk de gemeenschappelijke dienst van vier gemeentes op Voorne Putten. En ik ben de opvolger van burgemeester Mirjam Saleh van Nissewaar. Ik heb nog een klein stukje van de prachtige film over Nieuwersluis gezien. En als je zo'n film dan toch weer terugziet, dan realiseer je weer van hoe ontzettend snel deze streek, deze omgeving de afgelopen 50, 60 jaar, echt vanaf de Tweede Wereldoorlog, is veranderd. Niet alleen maar door de landhervormingen en de verkavelingen, maar natuurlijk ook door die oprukkende industrie. Blankenburg, ook zo'n voorbeeld van een stadje, een dorpje wat eigenlijk het leven heeft gelaten vanwege de industriële ontwikkeling. We zijn nu met de Blankenburgse tunnel bezig. Er moeten ook weer een aantal zaken verdwijnen. En eigenlijk is dat misschien wel iets wat altijd, zeker de laatste 100 jaar in Nederland, op grote schaal heeft plaatsgevonden vanwege de industrie, vanwege grote infrastructurele veranderingen. Maar als je zo'n film dan weer ziet en je ziet met hoeveel emotie en met hoeveel verschillende belangen dan om een gepaard is gegaan, dan ben je toch wel ontzettend blij, hè? Naast al die ellende die je ook ziet en de mensen die moesten verhuizen en misschien ook wel niet voldoende verhuisvergoeding kregen van de gemeente Rotterdam of van de gemeente Heemvliet, dan is het toch wel weer goed dat dat allemaal vast is gelegd op film. En dat die film ons in staat stelt om toch weer een klein stukje van die streekgeschiedenis terug te halen. En dan realiseer je dus ook weer hoe ongelooflijk belangrijk een streekarchief is. Door dat prachtige filmmateriaal, prachtige fotomateriaal, maar natuurlijk ook al die documenten die hier in de kluizen zitten van al die honderden jaren geschiedenis die we hier op Voorne Putten inmiddels achter de rug hebben en waar alles, waar van alles op schrift in op kaartmateriaal is over is vastgelegd. Zo'n streekarchief is geweldig goed en belangrijk om het geheugen van de streek, het collectieve bewustzijn van waar we vandaan komen, van wat hier allemaal gebeurd is, om je te realiseren dat niet altijd alles zo is geweest zoals we het nu aantreffen. Ook voor kinderen is dat ontzettend belangrijk, dat eigenlijk altijd alles in verandering is geweest en dat we een verleden hebben waar een aantal zaken hier hebben zich afgespeeld en zich hebben voorgedaan, die, waarvan het belangrijk is dat we dat nog steeds weten en dat we daar ook met elkaar een stuk collectieve herinnering voor vasthouden. Nou, zo'n streekarchief, ik hoef denk ik allemaal niks te vertellen, want als u niet geïnteresseerd was in geschiedenis, dan zou u hier waarschijnlijk niet op die open dag zijn. Geschiedenis is natuurlijk ontzettend belangrijk om vast te leggen van waar je vandaan komt en misschien ook wel daarmee waar we met z'n allen naartoe gaan. Maar ook iets van vast te leggen van een soort collectief geheugen, een collectief bewustzijn en daarmee ook een stukje saamhorigheid wat we hier toch op Voorne Putten ook met elkaar voelen, om ook samen weer die toekomst in te gaan. Dus ik ben ontzettend blij dat we dat streekarchief hebben. Ik ben ook ontzettend blij, want u weet dat er wat discussie over is geweest de afgelopen jaren, of het streekarchief hier wel op in Brielle zou blijven, of in ieder geval op Voorne Putten. Het is gelukkig niet naar Rotterdam verhuisd. En kortom, dat maakt het ons mogelijk om regelmatig hier van het streekarchief te genieten. Het streekarchief heeft nog grote plannen. Het bestuur zal het streekarchief daarin ook graag steunen om nog meer het centrum voor de streekgeschiedenis te worden. En naast het bewaren en beheren van allerlei archiefmateriaal, misschien ook in de toekomst nog wel iets meer te kunnen doen aan tentoonstellingen, aan lezingen, aan cursussen en dat soort zaken. Nou, daar zijn we mee bezig. En als dat lukt, dan denk ik dat we in de toekomst nog veel meer scholen, nog veel meer musea, oudheidkamers, historische verenigingen kunnen binden aan het streekarchief en daarmee met elkaar nog veel meer kunnen doen aan het vastleggen en het bewaren van de streekgeschiedenis.
Want nogmaals, er is zoveel veranderd op het moment dat je het niet vastlegt. En op het moment dat je niet ook probeert dan lessen uit te trekken, die misschien ook weer van belang zijn voor de toekomst. Ja, dan zijn we eigenlijk niks meer. Hè? Dan weten we helemaal niet waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Dit is ontzettend belangrijk dat zo'n streekarchief dat allemaal bewaart en goed voor ons ontsluit. Want ja, ook bewaren, dat heeft geen zin als je niet weet hoe je het vervolgens allemaal weer op kunt zoeken en hoe je het weer terug kunt vinden. Nou, dat is een mooi bruggetje misschien naar de bron waar u deze week ook al iets over hebt kunnen lezen. Er is weer een prachtige nieuwe bron ontsloten. Dankzij een vrijwilliger, Sibylle Ouwedaas, ze is hier vanmiddag niet aanwezig. Ze woont in Pijnakker, begrijp ik, en ze is al behoorlijk op leeftijd. Maar ze heeft 10 jaar gewerkt aan het transcriberen, zeg maar in modern schrift overzetten van datgene wat in de Heilige Geest uimenboeken van tussen ongeveer 1500 en 1800, even ruim 3 eeuwen, is neergezet. Iedere plaats had zo'n Heilige Geest uimenboek, administratie eigenlijk, gewoon een stukje boekhouding. Maar in die boekhouding kun je heel veel afleiden van hoe de uimenzorg in die tijd allemaal werd geregeld. Want u denkt soms dat bij Missie de Welvaartsstaat ook iets is van de 20e eeuw. Nou, niets is minder waar ook in de middeleeuwen, ook in de 16e, 17e eeuw, werd er wel degelijk iets aan uimenzorg gedaan. Al was het maar om die zwervers weer zo snel mogelijk uit de stad te krijgen, kregen ze soms een beetje geld. Maar ook heel vaak om mensen die toch echt behoeftig waren of min vermogend waren, gewoon aan goede huisvesting, gewoon aan een klein geldbedrag te helpen. En dat is ontzettend belangrijk. Om dat ook weer te realiseren, dat het vroeger eigenlijk vanuit dezelfde waarde die we tegenwoordig nog die we koesteren om iets aan uimenzorg te doen. Maar dat komt natuurlijk ergens uit voort. Je hoort een ander te helpen die die behoeftig is. Ja, en dat was eigenlijk eeuwen geleden niet veel anders. Nou, die Heilige Geest uimenboeken die zijn dus op een prachtige manier toegankelijk gemaakt. Zelfs digitaal nu via de website beschikbaar. En ik mag er nog bij zeggen dat we vorig jaar een bezoek hebben gebracht aan het Nationaal Archief in Den Haag. Want daar bleek nog een klein deeltje van onze serie archieven te liggen over die Heilige Geestuimen. En dat bleek zich om een of andere reden ooit in Den Haag in het Nationaal Archief te zijn terechtgekomen. Nou, dat hebben we inmiddels weer terugveroverd. Het kostte maar 1 brief, dus het was niet zo heel erg moeilijk. Maar we hebben het weer terug. En daarmee is de collectie hier weer een stukje completer geworden. En er zijn nog ergens zwerven nog een keer van die losse delen. Nou, ook daar gaan we nog achteraan. Nou, ik mag dat deel, wat is de bedoeling uit? Mag ik dat aan jullie laten zien? Of moet ik op een knop drukken? Of een startschot lossen, lijkt me niet zo'n goed idee hier. Ik denk dat nu, door de toon is het openbaar. Oké, dan aanleggen. Voor de mensen die ver afstaan, wist je niet zo goed zichtbaar. Kijk eens. Dit is uit 1635-1636. Het is dus een klein periode. Boekhouder Hugo Wilhoek. Prachtig groot handschrift. Boekhouder staat erbij. Met O-U-C-K. Boekhouder. Hè? Nou, een prachtige voorbeeld van hoe die Heilige Geest administratieboeken eruit zien. Ze zullen ongetwijfeld door de tijd heen ook steeds een iets andere vorm krijgen. Maar het feit dat dit dus nu allemaal in moderne schrift is overgetikt, overgeschreven, maakt dat we die boeken heel snel tot ons kunnen nemen en de originele heel voorzichtig altijd terug kunnen leggen in het archief en die niet steeds meer tevoorschijn hoeven te halen. Ook dat is erg belangrijk. Goed, daarmee heb ik denk ik alles gezegd, Aad. Hartstikke leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik hoop dat jullie ook jullie blijven inzetten voor de streekgeschiedenis op Voorne Putten. En ik hoop ook dat jullie hier nog vaak in de streekarchief misschien zelf een onderzoekje ter hand nemen. Want er is nog ontzettend veel te onderzoeken van de geschiedenis van Voorne Putten. Dank jullie wel voor je komst en nog heel veel plezier deze middag. Voorzitter, ik zeg heel hartelijk dank voor het officiële gedeelte wat we hier vanmiddag vandaag hebben. Er werd al gememoreerd dat mevrouw Ouwerda Sibyl voor ons 10 jaar bezig geweest is om die rekeningen te transcriberen.
Dat heeft ons 4000 pagina's opgeleverd. En die konden hier door iedereen ingezien worden. Maar we merkten ook wel dat dat niet gedaan werd. Het werkt pas wanneer je de mensen, laten we zeggen, voorgekoud voorlegt. En vervolgens hebben we dus een groep, en die zal ik niet allemaal noemen om er niet één te vergeten, een grotere groep vrijwilligers bereid gevonden om die teksten van mevrouw Ouweda vervolgens in te voeren in de computer. En die zijn nu te doorzoeken via onze website. Dus op naam, op onderwerp, op rekening. En dat maakt het veel makkelijker. En we hopen dat daardoor die eerste stap gezet wordt om vervolgens de hele rekening door te nemen. Via een omweg krijgen we toch wel ons zin. Het was de bedoeling om deze rekening toe te voegen aan de tentoonstelling die we daar achterin ingericht hebben. Daar is een aantal Heilige Geestrekeningen voor u ter inzage. En daar zal Bob Benschop zo dadelijk ook een toelichting geven op wat die bron nou precies inhoudt. En vooral ook wat u daarmee zelf kunt doen. Nou, ik sluit me graag aan bij het dankwoord dat u allemaal gekomen bent. Het is een beetje onverwachte grote opkomst. Daar zijn we heel blij mee. We hebben, zoals u al gemerkt hebt, 3 programma's. Het ene speelt zich daar achteraf, daar is het warm. Het tweede gedeelte speelt zich af in de kluis, daar is het koud. En hier kunt u dan een beetje acclimatiseren. Heel fijn dat u hier bent en nog een heel fijne middag. Ja. Nou, welkom allemaal. Ik zal het komende half uur wat vertellen over de Heilige Geestrekeningen. Maar dit is wat mevrouw Ouweda dus heeft gedaan. Van vrijwel alle plaatsen zijn er Heilige Geestrekeningen. Dat van een aantal niet. Zuidland is bijvoorbeeld de grote afwezige. Daar is het archief sowieso erg karig van. En u ziet nou, de jaartallen. Dat is begin en eindjaar. Het is ook niet altijd helemaal compleet. Maar je ziet dat het bij Brieven bijvoorbeeld rond 1500 begint. En dan eindigt het gemiddeld rond 1811 als de gemeentelijke herindeling is. Althans, in de Franse tijd de gemeentes worden opgericht. Dan krijgt de armenzorg ook een andere invulling. Nou, per plaats de hoeveelheid pagina's, waardoor we uiteindelijk op ruim bijna 4500 pagina's tekst komen. En aan de kerk of de Bijbel. He, met hemelvaart steeg Jezus op naar de hemel om zijn plek in te nemen naast God de Vader. In plaats van hem als steun en toeverlaat de Heilige Geest zou worden gegeven die over de mensen werd uitgestort. Dus bij Heilige Geest heb je dus eigenlijk al gelijk een heel kerkelijk beeld voor ja, toch een soort van zorg en troost die het moest bieden. En dat is dus wat er met de armen gebeurde. De Heilige Geest was zorg voor de armen, dat kreeg die naam. Maar in de loop van de middeleeuwen was er een wildgroei aan armenzorg. De kerk deed er wat aan, met verschillende altaren waar geld en goederen aan gegeven werd. Er kwamen hofjes, er kwamen andere particuliere initiatieven om de armen te helpen. Dus er was van alles en nog wat gaande op dat gebied van armenzorg. En nou ja, dat is altijd wat de overheid dan wil. Die wil dat centraliseren, die wil daar overzicht over hebben en controle. Dus toen kwam Karel de Vijfde in 1531... met een plakkaat op de armenzorg. Ja, ook ja, wat de Egyptenaren er nou mee te maken heeft, dat moet ik nog even nadenken. Maar met bedelaars, vagebonden, landlopers en dieven, daar heeft hij wel eens. Maar het ging er dus om over een order op de bedelarij, het onderhoud van de armen. En daar kwam dus een plakkaat van Karel de Vijfde. Het staat in dit boek. Het groot plakkaatboek van Holland. We hebben er 6 van, 6 delen. Dus hier stond keurig beschreven wat Karel de Vijfde wilde. Die wilde dat al die fondsen, inkomstenbronnen voor de armen, dat die werden samengevoegd tot 1 gemene beurs, waarin dan de distributie voor de armen vanuit werd geregeld. Dus 1 Heilige Geest organisatie, per plaats, per ambacht, stad, ieder had er eentje. En dan werd er 2 Heilige Geestmeesters aangesteld, die dat coördineerden. Die hielden in de gaten wat de Heilige Geest in eigendom had. Makkelijkste en belangrijkste manier om geld te verwerven is meestal gewoon landbezit. Je hebt een stuk land en dat verhuur je elk jaar aan een boer of een arbeider die daar geld voor betaalt. De jaarlijkse pacht. En dat land dat verwierf de Heilige Geest enerzijds door erfenissen, hè, altijd wel mensen die de armen een warm hart toedroegen en dus in een erfenis daar ook een stukje aan bedeelden, maar ook gewoon uit aankoop. Ik heb hier een aankoopbewijs uit het archief van Biert uit 1721, perceel
aangekocht van 2 gemeten en 227 roeden. Dus dat zijn nog oude oppervlaktematen, maar dat is ongeveer 1,5 hectare. En het heeft nummer 97. En hier de polder van Biert hebben dus perceel 97. Vanaf 1721 was dit eigendom van de Heilige Geest en dat verhuurden ze elk jaar aan een boer. Ongeveer. En je ziet hier dat weggetje met 97 en dat heb je hier ook een klein stukje. Dus hier ligt ongeveer 97. Hier heb je het trambaanpad vanuit Zuidland. Ga je door Biert en dan rij je door naar Spijkenisse. Van de polder Appenbroek, waarop we hebben ingetekend wat die Heilige Geest bezat. Zie je dat toch een behoorlijke hoeveelheid land is. Daaronder heb ik een paar van die posten van ja, ontvanger van die en die, voor zoveel. De bedragen staan nu op. Maar een van de grote bedreigingen voor land, eigenaar, is natuurlijk overstroming. En dat hadden we af en toe wel hier in de regio. He, 1682 was het arme land in de binnenlanden van Heenvliet overstroomd door de hoge watervloed in januari 1682. Maar zo zie je dat meer dan alleen armenzorg uit die rekeningen blijkt. En hier zie je het huis de Olifant. Nieuwe sluis is vandaag ook een van de thema's, dus dat wil ik toch ook even benadrukken. Het is al oud. Vond de Sint-Felix-vloed plaats. En dan zie je dat ook de Heilige Geest moest opdraaien om het geïnundeerde land van de Heilige Geest weer te bedijken. Dus ook daar, dat soort gebeurtenissen uit de historie komen weer naar voren. Wat ook leuk is, is dat we een hoop nieuwe namen hebben geleerd. Namen van huizen. In Geervliet stond de Brand te Trooien als huis. En hier hebben we de Zwaanheel bij de Bedunee. Dat is een watertje tussen Nieuwhoorn en Oudehoorn. Hier ongeveer staat de farmfrietfabriek. En de Zwaanheel, het staat niet op een kaart aangegeven, dus het is onbekend of het nou precies, waarschijnlijk is het een stukje land. Want heel, wat in Friesland de terp is, voor een put is, wordt dat een heel genoemd. Dus het is waarschijnlijk een verhoging in het landschap, een stukje land wat jaarlijks verpacht werd. De veepest die halverwege de 18e eeuw rondwaarde. Dat was een verschrikkelijke ziekte voor boeren. Want in een week tijd kon de veestapel letterlijk gedecimeerd worden. Ik heb het ook nog met rood aangegeven. Ooit aangekocht uit een boedel. Maar de huidige huurder die mocht wat minder betalen. Het is ook niet zo dat de Heilige Geest alleen maar land in zijn eigen domein had. Dat kon ook ver weg liggen. Bijvoorbeeld Geervliet had dus in Pernis een stuk land. Nou ja, hoe ze het hebben gekregen, vermoedelijk via een erfenis. Maar daar dus kwam ook het geld vandaan om in Geervliet de armen te kunnen onderhouden. Hier zien we van 1517 in Brielle een greep uit de panden die de Heilige Geest in bezit had. Er wordt iets over Klaas de Lijndraaiershuis gesproken bij de Zuidpoort. Nou, die is natuurlijk ook inmiddels verdwenen. Het gasthuis bij het zuideinde, dus dat is het ene pand aan de rechterzijde als je bij de Wallendam Brielle binnen gaat. Vermelding als het messenmakershuis, dat zijn toch leuke details die in onderzoek weer een beeld van vroeger kunnen vormen. Een andere inkomstenbron is gewoon waardepapieren. De obligaties waar 1000 gulden aan waardepapieren werd gekocht en dan kregen we. Bij de herbergiers, ze stonden vaak in herbergen, hier in het Rode Hart te Geervliet en op het Hof, dus het Hof van Putten wat verdwenen is. Je ziet ook dat zo'n armenbus gemaakt moet worden en beschilderd en beslaan door de slotenmaker met sloten. En dan wat jaren later, omdat de sleutels verloren waren, de sleutels zijn ze kwijt, moesten er weer nieuwe sloten worden gemaakt. En hier armenbus in Spijkenisse, herberg van de keizer. Misschien is het nog een verre voorganger van Hotel de Keizer. Ja. Of in een Hekeling, een koekraam op de kermis die ook weer wat aan de armen besteden. Dus ook dat was weer een vorm van inkomsten. Wat ook gebruikelijk was, als je eenmaal in de bedeling zat, dus je kreeg geld van de Heilige Geest en je overleed vervolgens, dan gingen je goederen over in eigendom van de Heilige Geest. Dat is
meestal niet veel, wat kledingstukken wellicht. En dat werd meestal dan weer verkocht, dus verkopingen van goederen. Hier in Helvoetsluis is typisch een Engelse matroos die gestoord is bij de gang bij Hackney's. Dus dat zal iets bij op de Noordzee bij Engeland misschien zijn waar die is omgekomen. Maar zijn schoenen werden verkocht en zijn muts ook. Dus daar, ja, alles is geld. Zeker kleding was een kostbaar bezit vroeger. En hier het oude bed van Pieter Nelle Kooijers werd verkocht, een enige rommel. Dus de zoon daarvan die kreeg een deel en een deel ging naar de heilige. In 1666 heeft iemand in zijn testament bepaald dat er elk jaar wat naar de armen moeten. En zijn overgrootvader, dus die achterkleinzoon, die zit daar in 1889 nog steeds mee dat er een stukje land. Een uitgave voor bijvoorbeeld een rekeningenboek om alles in op te schrijven. Ik heb hem afgebeeld van elk boek, maar dit is het origineel. Het originele boek wat in 1596 dus begint. Dus dat is toch al flink oud. Maar hier is dus 2 gulden en 8 stuivers voor betaald. En u ziet nou hoe dat geschreven is. He, dat is echt dat oude Hollandse handschrift. Met alle posten en opbrengsten of kosten. En stelt u voor dat u hier 4.500 pagina's van overschrijft. Dat is het werk dat mevrouw Ouwe daar heeft gedaan. Duur betaalt hij. Als je nou zo'n boek hebt, je gaat ermee op beveiling. Hoeveel brengt dat dan op? Dit zou ik al gauw schatten op 4.000-5.000 euro. Ja. Maar zo'n handgeschreven bron, dat zou op een veiling zou dat wel een aardig bedrag opleveren. Maar het is niet de bedoeling dat we dit gaan staan. Verkopen. Maar we hebben de informatie nou, dus we kunnen ermee doen. Maar het is. Goed, de oudste rekeningen, dus voor de Reformatie, dat geeft al erg leuke zaken rond uitgaven. Hier is bijvoorbeeld betaald de kerk van Maarland, de Pieterskerk. Dus dat is de kerk die stond op het asielplein, waar nu het asiel voor zieke en gebrekkige zeelieden stond. Daar stond die kerk van Maarland, waar Jacob van Maarland koster van geweest is. En die kocht dus een Heilige Geesttafel. Opdragen van zo'n mis bij de tafel. He, dat was Engel de Merel, Engel pastoor van de Heenvliet, dus Angelus Merula. Die werd dus ook betaald door de Heilige Geest voor het opvoeren van 1572 is natuurlijk een allesbepalend jaar geweest in Briel en de rest van Holland. Dat de Reformatie doorbreekt. En dan zie je dat het Heilige Geestaltaar moet worden afgebroken. De grafmaker die krijgt de opdracht voor om dat weg te halen. En dan zie je dat ook dat soort zaken dus uit die Heilige Geestrekening zijn te betalen. Appenbroek moest bijvoorbeeld betalen aan de watermolen van Oudenhoorn om het water uit de polder te malen. Het paardenkerkhof wordt genoemd in Spijkenisse. Ik begreep net dat in de buurt van de Ommering lag. Meester Jorritszoon uit Delft, helaas geen Johannes Vermeer. Dat was voor het schilderen van houtwerk en een zeker tafereel in de kerk. Ja, een aantal bedragen, eentje van 150 en 500 gulden, werd er meer als lening verstrekt. Want ze wilden wel interesse voor hebben. En zo zie je dat het geld ook weer geïnvesteerd wordt in de bouw van kerken. Maar ook brood, mondkost, voor bijvoorbeeld 2 miserabele kinderen van Maartje Melis, oud 8 en 15 jaar, die onderhouden worden. Want aardappelen die komen pas in de loop van de 18e eeuw, dat was volksvoedsel. Voor die tijd was het allemaal tarwe en gort en noem het allemaal maar op. Maar pas in de loop van de 18e eeuw zie je dat aardappelen opkomen als volksvoedsel. Dat was brandstof om te koken, maar ook om het huis te verwarmen. Het zou waarschijnlijk, het mocht niet meer op Voorneputten worden gemoerd, dat turf. Want het landschap had daar zo onder te lijden dat het allemaal kuilen opleverde waar water in bleef hangen. Of in bleef liggen. Dus dat turf moest altijd worden geïmporteerd. En ook dat waren weer hele kostenposten. Het vervoer, het dragen van het schip waarmee het werd aangevoerd naar de plek waar het werd opgeslagen. Kleding, idem dito. Ook heel veel wordt daaraan besteed. Dus een hemdrokje, een wambuisje, een paar kousen voor een overleden zoon. Je ziet ook dat van Willem Barendszoon lakenkoper in Zwarte Waal 200 ellen rood laken is gekocht. En dan zie je ook weer dat
de namen van al die ambachtslieden uit de dorpen dus ook vermeld worden. De loop van de 18e eeuw, katoen opkomen als nieuw product. Hè. Dat kwam uit India of Amerika. Dus pas in de 18e eeuw zie je dat dat ineens ook bij de armen een beetje in wordt gebracht. De pest was ook een ziekte die nog om de enkele generatie wel langskwam in de epidemie. En dan zie je dat in Geervliet werd de pestmeester van Zuidland opgeroepen om iemand te genezen van de pest. Nou, een paar posten later zie je geleverd een doodkist voor een van de pestmeesters. Want die ging er ook aan onderdoor. Een grote doodkist voor de man die in het gasthuis alleen heeft liggen sterven en zeer krom was. Nou moest die kist veel groter zijn. Nou, het zijn dat soort kleine zinnetjes die dan toch weer tot de verbeelding spreken en je ziet het haast voor. Hier wat ook in Spijkenisse gebruikelijk kennelijk was, dat er betaald werd voor jenever, tabak, pijp en pijpen, vaak ook nog wel bier, voor alsof het een Brabantse koffietafel is na de begrafenis, was dat hier ook nog even naborrelen. Om armen een kans te bieden, krijgen ze opleiding. Dus de kinderen die worden geleerd bijvoorbeeld te naaien of het kleermakersambt te leren. Hendricks, of Isaac Hendrickson, die kreeg de kans om naar, met de VOC mee te gaan. Hij kreeg ook een zeekist, nieuwe schoenen, hij kreeg brandewijn en tinnen lepels. Dus je ziet het, nou ja, al met al zal dat een gulden of 15 hebben gekost om die jongen naar de VOC te krijgen en vervolgens ontvangen van de West-Indische Compagnie, want Isaac Hendrickson komt een garage omdat hij in West-Indië is geweest, dus het was kennelijk geen Oost-Indisch, maar West-Indisch, hebben ze 67 euro of gulden ervoor gekregen. De Turk, ook iets, op de Middellandse Zee werden schepen gekaapt en de bemanning gegijzeld door de Turk en daar moest dus losgeld voor betaald worden. Er waren inzamelingsacties voor. Ten slotte nog een paar gebeurtenissen uit de lokale historie. Hier bijvoorbeeld 1 april 1572. Er is een beschrijving dat een huisje op de timmerwerf is afgebrand ten tijde van de markt van de mei. En de pacht kan dus niet meer worden geleend. Het rampjaar, dus dan is het ook vanwege de slechte conjunctuur, waardoor er minder geld binnenkomt. En tenslotte in 1688, als Willem III vanuit Helvoetsluis de overtocht maakt naar Engeland om daar koning te worden, zie je dat er bijvoorbeeld een graf voor het kind dat van de vloot aan land werd gebracht. Of voor een Italiaan die kreupel uit de vloot gekomen was, die ook drank, kost en slaapgeld. Dus dat is kortweg wat inkomsten, uitgaven die Heilige Geest bevat. Dus u kunt het nu op de website doorzoeken, opnamen of de hele rekening bekijken, net wat u wilt. Maar hier heeft u een indruk mee.